Goedendag, dames en heren, en welkom. Welkom bij deze speciale aflevering over de Therizinosaurus. Oh yeah! Ik denk dat dit één van mijn favoriete dino's gaat worden. En zijn ze lastig te vinden? Oh nee! Ze zijn gigantisch groot, ze zijn ongelooflijk mooi. En ze vallen heel erg goed op. Ik ben in de island map. En ik ben in het zuiden van de island map, wat normaal gesproken een vrij rustig gebied was. Dat is nu voorbij, dames en heren. Dit is nog het gebied waar ze het meest voorkomen ook. En kijk dan eens wat voor majesteuze, bijzondere dino of dat het is. Met zijn gigantische grote klauwen, met zijn mooie vierendek en zijn vrij bijzondere staart. Hij heeft de stand van een T-Rex en toch ook weer niet. Hij ziet er wat bewegelijker uit. En hij heeft toch ook nog weer de kop van een vogel. Ik weet niet of dit gebaseerd is op een dino die ooit heeft bestaan. Alleen ik weet wel dat ik ze er ongelooflijk mooi uit vind zien. En waarom? Waarom vlieg ik nou rond op mijn kwetsel? Het zijn maar herbivoren. Ja, dat klopt. Het zijn herbivoren. Ze zullen niet jagen op de andere dino's hier in die ark. Alleen. Ze jagen op mensen. Hun voornaamste prooi is mensen. Mensenvlees zijn ze dol op. Verder ander vlees. Ze houden ze niet zo heel veel van. En zoals ik zeg, ze zijn niet heel erg zeldzaam. En ondanks dat ze niet heel erg zeldzaam zijn, zijn ze wel extreem gevaarlijk voor ons, de survivors op Ark. Zoals je ziet, de Carno, die valt ze niet eens aan. Een Carno die is al bang voor ze. Ik weet nog niet of Allosaurussen hun ook aanvallen. Maar ik betwijfel het, dames en heren. Ik betwijfel het. Want het zijn meedogenloze dino's. En ook weer niet. Het zijn ook weer hele rustige, schitterend mooie dino's. Deze vrouw hier is mijn oog opgevallen. Het is een zeer, zeer mooi exemplaar. En zoals jullie nu vrij snel zullen gaan zien, zo gauw jij in de buurt bent, dan gaan ze je aanvallen. Ik neem haar mee naar onze base, zodat wij eens kunnen kijken wat er deze vrouw doet. En kijk eens goed. Oh, verkeerde inventory. Kijk eens goed. Torpor damage. Oh yeah, ze doen ook torpor damage. En sowieso doen ze behoorlijke damage. Kunnen we het zo gauw zien? Floating comic text. Elke hit is 75. En dat terwijl ze gedragen wordt door onze kwetsel. Oh yeah, dat is taming pen werk om haar te kunnen temmen. Dan gaan we eens even kijken, want ik ben zeer, zeer, zeer nieuwsgierig naar wat of dat deze dino allemaal zou kunnen doen voor ons. Sowieso kan ze goed vechten, maar is er nog meer op dat ze kan? Ze heeft een zadel dat best beschikbaar is op level 60. Oh yeah. En nog niet een goedkoop zadel ook. Holy damn, mijn vessel gaat er bijna aan onderdoor. Oh yeah, yeah, yeah. Mijn testing taming pen is eigenlijk niet eens groot genoeg hier op de testing arc. Nu ze de taming pen heeft bereikt, is het gewoon een kwestie van nokkie schieten. Het is wel belangrijk met deze dino's dat je taming pen van stone gemaakt is. Want thatch en wood stelt niks voor deze dino's. En dat zullen ze dus erg snel afbreken. Oh yeah. Het zijn meedogenloze dino's. En ze heeft een sexy kontje. Het is een zeer, zeer belangrijk detail. Neem ik aan. En de tarpoer schijnt vrij hoog te zijn. Niet extreem hoog. Dus, yobbies. Ook deze meedogenloos uitziende dino. Die houdt wel van een dutje doen. Oh yeah. Ze is nokkie. Laten we eens even gauw spieken. Oké, moet natuurlijk vanuit binnen moeten wij spieken. Battle music, je mag stoppen als je dat niet erg vindt. Therizinosaurus. Level 20. Holy damn, ik had graag de high level getest. Maar, zoals jullie zien, het is een redelijke statistieken voor een dino van level 20. Het is een berry eater, alleen weet ik niet zeker welke berry of dat ze het liefst eet. Waarschijnlijk eet ze liever vegetables. Wel, gaat haar narcotics, haar torpor, gaat vrij snel omlaag. Hou dat in de gaten als je ze aan het temmen bent. Wat is je taming bar ding? Wat is je taming meter? Je taming meter! Kom hier, taming meter. Oké, dat is een beetje raar om te hitten. Hij is aan het temmen. Wij gaan even de hogere level ophalen.
Terwijl wij hier lekker aan het temmen zijn, valt mij iets vrij bijzonders op. Zelfs deze female Therizinosaurus van level 120 heeft 100% effectiveness. Terwijl we gewoon aan het temmen zijn met Metal Berries. Er is gewoon geen effectivenessverlies als je Metal Berries gebruikt. Dus dat houdt in dat er geen kibbel zal zijn voor deze dino. Het houdt helaas ook in dat Metal Berries waarschijnlijk de snelste manier is om ze te temmen. En erg snel is dat niet. Terwijl ik hier de statistieken erg hoog heb staan om jullie zoveel mogelijk snel, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk nieuwe content te laten zien. Duurt het nog wel vrij lang voordat deze dame van level 120 besloten heeft om bij onze pack te gaan horen. Ook was ik zelfs op deze hoge statistieken, was ik nog narcoberries nodig. Dus houd er rekening mee. Je gaat het niet redden zonder narcoberries. En helemaal niet als er geen kibbel voor zal zijn of zal komen. Dan ga je narcoberries nodig zijn tijdens de team. De level 20 is uitgetemd naar level 29. Straks zetten we ze naast elkaar neer. Gaan we ze vergelijken wat het levelverschil is. En gaan we eens even kijken naar waar ze allemaal kunnen. Dames en heren, BRB's. Hier zijn ze dan. Beide Therizinosaurus dames. Hier laten we ze beginnen. Level 29. Holy, wat ziet zij er gaaf uit met die lichte huid. En dan die paarse veren. En die paarse details. Laten we gewoon even spieken. Ze is maar level 29 en ze heeft 1218 HP. 420 stamina. Feels like low. Maar een weight van 394. Het is een berry eater. Die mag best wel weight hebben. Millidamage van 155,2. En laten we dat eens heel gauw vergelijken met haar grote zus van level 179. Kijk, dat zijn statistieken waar we van houden. 5k HP, dames en heren. 5k. Dat is absoluut niet om niet te lang bij stil te staan. Dat is hoger dan gemiddeld genomen een beer van level 224 zou hebben. Dus laat staan van een 179. 870 stamina en een weight van 547. Nogmaals, weight mag van mij hoger. En we gaan jullie nu laten zien waarom. Een Therizinosaurus. Hoewel dit eruit ziet en hoewel ik ook had verwacht dat het een omnivoor of een carnivoor was geweest. Maar het is een herbivoor. Hoppa, zo doen we dat. Oogst die vlees? Absoluut. En hide? Oké, dat doet hij. Kunnen we ook wat met besjes, struikjes? Oh yeah, absoluut. Hier zien jullie het. Ik zal even mijn menu weer aanzetten, mijn hut weer aanzetten. Fiber farmen als een monster. Houd het daarbij op. Nope. Eerste muisklik. Boom. Woed. Nou heb ik de reeds nogal hoog staan. Dus de inventory zit meteen vol. Maar jullie zagen het. Left mouse button. Dus de eerste mouse button. Die geeft je hout en thatch. Maar voornamelijk hout. En volgens mij zelfs meer als dat van een bezer. Van een bever. Rechte muisklik. Die farmt fiber. Maar hebben wij nog een C? We hebben een C. En wat doet die C? Oh yeah. Besjes farmen. Als een beest. Als een beest, dames en heren. En hierom bedoel ik dus. Het weight mag absoluut hoger. Laten we eens even de inventory weer leegmaken. Gaan we eens even kijken wat deze qua damage al kan doen op een 300% procent melee damage. 300% melee damage. Wauw. Kijk dan. Wat een lading of dat hij al had gefarmd. Nu we de hut weer aan hebben, kunnen we zien hoeveel damage of dat we doen. En het bijzondere is dus 226 right off the bat. En dit is niet eens een perfect team. Maar het bijzondere is dus, het is een berry eater die ook meat kan farmen. Ik denk dat dit de dino wordt die alle andere dino's kan gaan vervangen. Het is maar goed dat het zadel op level. Ook gauw bestjes in mijn inventory. Stil maar bestjes van me. Nog een Pegelmastax, kom hier dan. Stil bestjes van mij. Jee, oké, we hebben er eentje bij. Een nieuwe, voor op onze schouder. Maar, jullie zien het dus, die Therizinosaurus is niet alleen een monster voor het oogsten van alles of wat daarbij ook maar nodig zijn. Never mind, drop all, except. We kunnen alles opnieuw farmen. Dus het is maar goed dat hun zadel pas beschikbaar is op level 60. Want holy damn, wat zie ik hier mogelijkheden voor. Wat is dit een onwijs gave mount. Het is niet alleen een dino die af is met drie verschillende attacks. Maar het is een dino
die alles kan en misschien alle dino's wel vervangt. Wel moet ik er natuurlijk bij zeggen, de bever die zal niet zomaar vervangen worden, aangezien de Therizinosaurus harvest wel wood. Maar wood weegt gewoon 50. Elke stack weegt gewoon 50. Laten we eens even kijken naar wat voor booster dat wij erbij krijgen. Stamina lijkt vrij netjes. Laten we eens even kijken. HP. Wow. 300 HP per level. Wait. 22 per level. Melee damage. 5%. Zo ongeveer 5,3% movement speed. 2,5% zoals we verwacht hadden. Om eerlijk te zijn, weet ik niet of wij wel movement speed nodig gaan zijn. Hello? Eat this. Whoop. Oh wow. OP Dillo. Damn it. Die Dillo's, ik weet niet wat het is. Maar die hebben veel te veel life voor een grote. Ik moest een Dillo 3 keer hitten. Ik moest een Trike 3 keer hitten. Holy damn. Maar wat is dit een geweldig. Geweldig gave dino. Om eerlijk te zijn, Arcdeft. Oh mijn god, dankjewel. Kunnen we jumpen? Oh, als die had gejumpt, als die had gesprongen op dat moment, was ik verliefd geweest. En had ik een leger aan deze dingen getemd. Een leger, zeg ik je. Wat zijn dit gave dino's. En ze kunnen alles farmen. Vooral vind ik het belangrijk dat we een dino bij hebben die ook fiber farmt. We hebben nog alleen maar de beer en de... Kijk, Hinterpithecus. Het houtfarm is ook zeer belangrijk, want daar hebben we alleen maar de mammoet en de bever voor. En dat is nou aangevuld. En niet zomaar met een dino, maar met een geweldig gave dino. Hou er wel rekening mee. Zijn zadel kost niet alleen hide fiber, maar ook boot en 55 metal. Dus het zadel is niet het allergoedkoopste wat er is. En niet het allermooiste wat er is. Maar de dino is geweldig gaaf. En schitterend mooi tegelijkertijd. Dames en heren, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Speciaal over de Therizinosaurus. Oh yeah. Als je er nog wat over wil weten, je mag altijd alle vragen down in de comment section plaatsen. Vergeet hem niet te temmen met Magic Berries. En als je het leuk hebt gevonden, vergeet niet dat duimpje omhoog te gooien. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer. Appetje ho.